Hallo kijkers, ik ben Max van 25. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Subnautica. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag. Ga ik even kijken. Ik ga voor de Mark 1 voor de Pantsuit module wil ik voor gaan. Dus wat dus wel gaat betekenen dat we een beetje diep moeten gaan graven. Dus de vorige aflevering had ik sowieso de drillarm en zo heb ik al gemaakt. Dus we zouden dat nu in ieder geval goed kunnen gebruiken. En deze die kan tot 900 meter. Dus ik ga even kijken waar is mijn Cyclops überhaupt. Ah, daar. Zo'n groot ding en ik zie het niet eens. Nou, zo'n bol. Nee, maar ik wil dus deze aflevering gewoon even een beetje naar een diepere biome toe gaan. Waar Nickel Ore moet te vinden zijn. Dus ik ga gewoon eventjes naartoe. En ja, dat is best wel een eindje hier vandaan. Ik ga dus niet met de Seamoth daar naartoe, want dat is ook wel logisch. Oké, die heeft 66. Hoe zit het eigenlijk met mijn eten? Oké, het zit allemaal prima. Nu moet ik even kijken welke kant we eigenlijk op moeten. Oké, we zitten dus zo. Dus we moeten. We moeten dus de 180 graden rijden. Of zoiets. Dus het gaat wel een klein tijdje duren, lijkt me. Maar dat moet goed komen. Want we moeten dan via de bloedkelp moeten naar een biome, de Lost River, toe gaan. En daarvoor hebben we wel de pantsuit echt wel nodig. Dus we moeten even hieromheen zien te manoeuvreren. En als we daar dan zijn, dan zijn we in ieder geval heel end. Dat is alleen nog even zoeken. Oh god. Oh god, ja, dat dacht ik al. Gewoon even wat sneller graag. Ik kan zeggen, hopelijk raak ik niks aan. Gelijk hoor ik al weer kabaal van de Cyclops afkomen, dus gaat toch goed. Even kijken, tot hoe lang ik dit kan gebruiken, tot ik weer op de. Oké, ik moet sowieso. Ja, ik kan mijn kompas niet zien. Dat is een beetje jammer dat je dat hier niet kunt zien. Au. Oh, tuurlijk kun je het wel zien. Hier gewoon. Nou ja, we moeten dus naar het zuidwesten. Dat is duidelijk. Echt, ik denk van. Oh, dat zie je hierboven wel. Zoals wat er op mijn hut staat. Nee, het staat gewoon hier. Lekker bezig. Hey, Riefbeck. Ja, zo moeten we wel in de buurt komen binnenkort. Volgens mij komen we nu bij de Sparse Reef. Daar zitten we niet eigenlijk een beetje in de goede regio. Nou ja, we kunnen ook wel in de Lost River komen via de Grand Reef, wat ik weet. Die kan in ieder geval misschien wel handig zijn. Ik kan eigenlijk totaal niks zien. Misschien even camera gebruiken. Naar beneden te gaan. Volgens mij zitten we dan nog wel in de Sparse Reef. Ja, er zitten nog zoals serieus. Oh, hier ligt ook al een wrek zo te zien. Niet zo groot, maar er zitten wel in. Twee stukken. Oké. Ja, dat kan. Volgens mij is daar die Second Officer Keen last broadcast location. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Aha. Dus de diversiteit van leven in deze gedeelte van een planeet is laag. En de reden weten ze niet ervoor. Nou. Ja, dat kan. Hier zijn we bij de Grand Reef. Dan zitten we al op het goede pad. En dan moeten we dan naar de Deep Grand Reef. Wat ik zo uit mijn hoofd weet. Dat is nogal een stuk dieper. En volgens mij kan mijn Cyclops daar nog wel heen. Moet er goed komen, denk ik. Als ik maar niet ergens tegenaan knal. Best wel zie gebeuren. Dit ding die kan best wel ver. Maar dan moet het natuurlijk ook wel haalbaar zijn. Door de regio waar hij natuurlijk heen moet. Hé, daar hebben we zo'n alien vent.
wist ik niet dat er eentje hier zat. Even kijken, we moeten nu gewoon een locatie vinden waar je nog een stuk naar beneden kunt. Die hebben ze hier vast wel. Ik ga gewoon een beetje rondzoeken en hopen dat ik nergens tegenaan knal in de tussentijd. Kijk, dit ziet eruit dat het nog wel een stuk dieper gaat. Of is dit de... Is dit de Sea Traders pad? Ik zou het eigenlijk niet weten, want ik zie ook geen Sea Traders hier lopen. Het zou zomaar kunnen eigenlijk. Het is niet handig dat ik zo vol tegen die steen wil aankomen. Ja, dat ga ik al. Oh ja, hier is wel de Sea Traders pad. Even kijken, gewoon even zo. Vooral omdat ze gewoon over de bodem van de oceaan gewoon lopen. Dat ze dan gewoon een eigen soort kleine biome hebben midden in dit gebied. Daar zie ik volgens mij een vent, dus... Dat moet betekenen dat we hier een stuk dieper kunnen. Oh, pik. Gaat dit passen? Vast wel. Ja, hier kunnen we wel een stuk dieper. Even weer in de camera gaan en voorzien. Volgens mij moet dat wel goed komen, denk ik. Ah, een stuk dieper is dit ook weer niet. Ah, ik zie wel heel veel wat van die thermal vents. Dus, dat betekent lava en alles en hier magma gebeuren in deze planeet. Zoals je hier de aarde natuurlijk ook hebt. Even kijken, dit gaat steeds dieper. Dus... Het ziet eruit als een ingang. Wacht, was ik hier de laatste keer ook niet? In dit werk? Volgens mij wel. Gewoon een rondje gereden. Oké, dit gaat wel heel moeilijk worden, denk ik. Het is waarschijnlijk niet zo'n locatie waar de Cyclops zich makkelijk doorheen kan. Ah. Ja, het werkt wel. Kijk, hier moeten we zijn. Oh, een warper. Ah, dat zal die warp wel zijn. Ik hoorde net iets zo... Of zo, weet ik wel. Het mij zitten die... die Sea Traders zitten hierboven, volgens mij. Oké, maar nu moet ik nog een locatie vinden waar je... een stuk dieper kan. Oké, er is hier een... wezen die... wat agressief kan zijn. Oh. Gewoon even heel rustig aan doen. Zou hier dus een wezen moeten zitten? Ik denk crabs kunnen. Zou het kunnen? Oh ja, hier zijn er meerdere. Ja, dat lijkt me wel. Het is niet echt makkelijk om je te manoeuvreren met al die gloeiende ballen of zo. Weet even veel wat het mogen zijn. Ik weet niet waar ik nou heen ga, maar... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh ja, dat is ook nog natuurlijk nog een ding. Moet hij wel uit? Engine powering down. Oké, ik laat hem dan gewoon hier staan. Is toch... Dus ga ik gewoon met de valt iets verder. Oh, shit. Cave networks below the surface in this area. Usual energy signatures. Ze moet hier al een cave entrance ergens zitten. Oké, als je ook even naar boven wil gaan. Oh. Ja, dat gaat niet lukken als mijn trust natuurlijk weg is. Hey, is dat een Lucasie base toevallig? Ook dat eiland zo was. Oeh, dat gaat dan wel een stuk dieper daar. Man, ik vind die beesten best wel actief. Oh, die schiet ook een 1-2 af. Oh,
Wegwezen, jij. Zo. Kom op, kom hierop. Ga hierop. Nee. Oké, dan blijf ik hier hangen. Oké, lanceer me een beetje omhoog. Ja, en nu. Oké. Het is ook wel een locatie waar ik dat ik het wel zie. Misschien staat hier nog wel bloepjes die ik wel kan gebruiken. Ja, dat is een Reaper. Oké, dan weten we ook wat met hun is gebeurd. Reaper is bij hun basis gekomen en die heeft alles kapot gemaakt volgens mij. Nickel, ja, dat heb ik nodig. En kan ik dit skelet scannen? Ancient skeleton. Maar damn, dit is best wel. Och ja, nee, tuurlijk. Nu heb ik weer drinken nodig. Maar dat kan wel even wachten, denk ik. Dit is veel interessanter. Oké, even zien. The skeleton of a million year old armored carnivore. Projections suggest this. Life form would have been larger than any living creature encountered on the planet. Conscious of the time would have been very different to support lifetime large forms of this size. With more open geography and many more individuals in the fighter. Hey, is dat ook. Dat is best wel interessant. Dat je gewoon ook van die gigantische wezens ooit hebben gezwemd. Dat is een ding. Dat is best wel gigantisch eigenlijk. Hey, die is hier wat nikkel. Ja. Ik heb er iets van 3 nodig. Dat ziet eruit. Hopelijk kan ik hier niet. Hey, wacht, die had ik net gekregen van die basis. Van de Legacy. Dat ziet er net goed uit. Wat zit hier dan? Alien Bone Specimen Case. Kijk, dit ziet er ook interessant uit. Deze zo allemaal wel eventjes. Of als ik terug ben op de basis. Hey, weer eentje. Even kijken, kan ik hier nog wat scannen? Alles wat ik wat kan scannen is altijd beter. Nee, ik kom nog een manier in. En daar zit. Oh, dat zijn van die lampen of zo. Ah, net niet. Maar er was hier nog een weg naar rechts of zo. Ja. Of dit ga weg. Ja, met een brasshoed is het niet echt makkelijk om hier gewoon naartoe te gaan, maar... Oké, deze kant nou, komt nog op. Ik moet zo maar eens wat visjes killen. Jij mag, ga van die dak af. Hey, wow. Dat is nieuw. Oké, die is wel heel nieuw. Wow, Jesus. Dat is een gigantisch skelet. Gigantisch dan die andere daar. Visje. Gewoon even een beetje vis eten op het moment. Damn, wat is dat voor weer zo? Creepy as fuck, dat sowieso, maar het skelet dat moet ik even gaan scannen. Misschien is wel een verstandig idee, maar... Oh god, er zit ook al in de mond ofzo. Skeletal remains. Oké, dan heb ik dat ook alweer. Seek fluid intake immediately. Misschien is dat een idee om dat dicht bij de buurt te gaan zitten. Ik denk dat dit is om nog even een beetje verder te gaan.
ja, zo ver mogelijk. Ik wil sowieso nog even één nikkel halen, maar... Is dat nikkel toevallig? Dat zou best wel kunnen zijn. Kijk, hoeveel heb ik er nou? Oh ja, de rest die zit hierin. Ik heb er dan 3. Op het moment nog wel genoeg. Dat moet goed kunnen zijn. Wat is dan nog? Vaag hier. Zeg je gigantische bijom, dat is zo. Oh. Kunnen we nog wel ver vooral naartoe. Ik mag gaan verder lopen. Seek fluid intake immediately. Ja, je zei dan wel van die visjes, maar dat al genoeg is, dat zeker niet. Haal nog wel maar wat. Kijk, hier is ook nog één. Hier nog eentje, kom hier. Oké. 19. Nou, daar moet ik wel even genoeg van hebben, denk ik. Holy shit, die gaat verder naar beneden. Weer een skelet. Er zijn nog skeletten hier. Even kijken of ik deze toevallig ook kan scannen. Oeh, deze is even flauw. Leviathan Skeletal Remains. Nou ja, ik denk dat ik sowieso wel zo terug moet. Wat is hier dan? Dan moet ik hier even kijken. Dit ziet er ook als een punt uit van interesse. Hé, hey, dat is zo'n precursor basis of zo. Wat ik mag zijn. Volgens mij was het een precursor base of zo. Quartz. Kan handig zijn, maar nu even niet, ik heb andere prioriteiten. Oh shit. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Ja, ik zie het. Dat lijkt me een ingang hier. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. Nee, niet daar aan vast. Daar is de ingang. Ziet er nou uit dat deze een beetje saai heeft opgelopen. Hoppakee. En we zijn binnen. Dit is geen nieuws voor. Iron Cube. Ah,
shit, ik heb niet zo'n tablet bij me. Kut. Oh, ik dacht Spaans. Die had ik. Had ik eigenlijk mee moeten leren. Kan ik hier door? Nee, niet met het paraszoek, maar misschien wel. Gewoon met zwemmen of zo. Ja. Een ei. Groot ei. Sea Dragon Egg. Sea Dragon. Geen species. Damage report. Ja, dat kan ik allemaal wel. Deze ei voor jou hebben. Kom hier. Hier is geen stroom meer. Oeh, eerst krijg. Waar is hier geen stroom? Skeletal remains. Dit is een soort van aquarium. Oh my god. En deze. Dus YOLO naar mijn brandsoet gaan. En wat moet ik dan met mijn. Met mijn Cyclops dan? Want die heeft geen stroom. Hoe dan? Hij had toch 66% stroom? Wat is er weer gebeurd? Vraag me nou echt af waarom de Cyclops nou geen stroom heeft. Why? Fuck jou, Barber, ik haat jou nu echt. Jemig. Ja, het heeft me wel. Oh god, hij raakt me bijna. Oké, hoe ga ik dan thuis komen dan? Want mijn cyclops moet ik hier achterlaten, zo te zien. Dus mijn Cyclops hier achterlaten. Dat er geen stroom heeft. Maar hoe heeft dat ding geen stroom? Ik had dat engine uitgezet. En opeens heeft het geen stroom meer. Wat een bullshit. Zo lang was ik ook weer niet weg. Kan ik nog thuis komen, gamer? Of we moeten het even de volgende aflevering even gaan verhelpen, want ik denk niet dat het zo handig idee is. Ja, dan moet ik met 6 power cells terugkomen sowieso als ze geen stroom meer heeft. Oh my god. Dit ding is ook maar halverwege stroom. Naar boven, ja. Weer even laten lanceren, ja. Kom er vanzelf op boven. Bijna dan. Nou, weet je wat? Ik ga deze aflevering nou afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus weer terug naar onze basis. En dan ga ik dus even power cells regelen voor. Volgens de Cyclops, want ik weet echt niet hoe dat kan eigenlijk, maar dat maakt op zich niet uit. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik me nog een keer weer. Later.